Dutch GT wordt mede mogelijk gemaakt door HDI Gerling, DSFactoring.nl en Golden Trade Club. Henny Zumbrink, toch winnaar van de Paasraces 2012. Een kijkje achter de schermen bij het team van Davitech. En natuurlijk de drie wedstrijden in het HDI Gerling Dutch GT kampioenschap tijdens de Proval Tire Center Pinkster Races. Maar eerst even terug naar de Paasraces, want daar werd Henry Zumbrink gedisqualificeerd tijdens zijn eerste wedstrijd. Maar waarom eigenlijk? Mijn eigen race, dat was race 1, zijn we teruggefloten door de organisatie, door de SRO. Dat onze auto niet conform het reglement zou zijn. Nou, wij hebben toen gevraagd van joh, wat is dan niet goed? Want wij willen alles eerlijk doen, dus we hebben alles ook open bloot gegeven. Van, joh, laat dan zien wat er mis is. Nou, dat wilden ze toen niet zeggen. En ze hebben ons uit de uitslag gehaald. Nou, wat wij gewoon niet op dat moment niet eerlijk vonden, dat was dat ze ons gewoon uit de uitslag haalden zonder een commentaar te geven waarom. Dus we hebben heel lang zitten nadenken wat we gingen doen. En toen hebben we besloten om protest aan te tekenen. En uiteindelijk heeft dat goed uitgepakt. Want ze hebben ons in ons gelijk gesteld. En daardoor hebben we een punt teruggekregen van de paasrace. En we staan nu weer tweede in het kampioenschap. Of ik dan. En dat is natuurlijk wel lekker. Want in eerste instantie word je gewoon geschrapt. En sta je gewoon 10e, 11e. En nu sta je weer gewoon P2. En kan je weer meedoen om het kampioenschap. Op de nummerborden van alle auto's in het Dutch GT kampioenschap staat de naam DS Factoring. Het nieuwe bedrijf van Dirk Scheringa. Peter van der Kolk legt uit waarom. Via een relatie was het van, ja, is dat niks voor ons? Ja, natuurlijk dus voor de exposure en marketing. Maar ook vooral voor relatiemarketing is het heel erg goed. Dat heb ik geprobeerd over te brengen, maar ja, dat was natuurlijk, daar zit een hele club achter. En ik heb gezegd, ja goed, wij in de autosport proberen datgene wat je dus ook eventueel in de voetbal kan. En dat lukt. Dus ik heb weer een hele grote mond gehad en ik weet zeker dat het gaat lukken. We zitten dus allemaal op dit moment in een bepaalde soort van een crisis. Niemand weet wat het inhoudelijk is. We weten alleen dat aan de ene kant het geld goedkoop is en aan de andere kant is het geld duur. En we hebben met z'n allen debiteuren. Iedereen betaalt wat later. Dit is een factoring naar Amerikaans model. Ik geloof in dat model, want ik geloof dat elk bedrijf er wel op staat te wachten dat als ze inspanningen hebben gedaan, dat ze ook hun centjes krijgen. En dat duurt tegenwoordig even een tijdje. En dit systeem garandeert direct cash. En ik geloof daar gewoon in en ik sta daarachter. En dus ik wil dat ook promoten in autosport. Op 15 juli zal er een persconferentie plaatsvinden en dan zal verder uit de doeken gedaan worden wat dit bedrijf allemaal gaat doen. Maar het is niet alleen populair gaan lopen doen. Wij willen echt verandering brengen in het debiteurenverhaal. En dan is het tijd om te gaan racen. De eerste race tijdens het Pinksterweekend. Het is zaterdag voor Pinkster. En Matthijs Harkema vertrekt vanaf pole position. Daarnaast Ferdinand Kool daarachter. Ricardo van den Ende, Phil Bastiaans en Cor Euse helemaal achteraan. De Nissan 370Z van Tim Coronel en Thomas Arends. Die auto had technische problemen tijdens de kwalificatie. Hier de wagen van Ricardo van der Ende, de regerend kampioen. Die toch dit jaar tot nu toe wat moeilijkere start heeft dan wellicht verwacht. Start van de eerste race. En die start is heel goed voor Duncan Huisman. De lichten gaan pas laat uit. Maar kijk hoe bliksemsnel Huisman door het veld heen slalomt. Pakt hij zelfs eventjes de leiding. Dan gaan we rechtsaf de Tarzanbocht in. En dan zien we daar Matthijs Harkema komen. De pole zit er toch nog op de eerste plek. Maar kijk hoe dichtbij Huisman is. Op weg naar de Gerlachbocht. Rechts kijken, links kijken, buitenop. Nee, dat gaat toch niet? Nee, dat lukt niet. En Huisman die moet aansluiten achter de auto van Matthijs Harkema. Daar zien we ze van buiten. Harkema, Huisman. Dan de derde plek is voor Ferdinand Kool. Daarachter Ricardo van den Ende. En wat een bliksemstart van Duncan Huisman. Vanaf de 8e positie dus. Probleem voor Bernd van Oranje. Rijdt voor het eerst met echte raceremmen. En maakt zijn ABS-systeem daarmee een beetje in de war. En botst pontificaal tegen de auto van Kelvin Snoeksop. Twee BMW's dus daar in het grind. Twee Amerikaanse auto's, drie Amerikaanse auto's vooraan. Harkema, Huisman nog steeds op de tweede plek. En dan Ferdinand Kool. Dan komen de heren terwijl de marshals nog aan het werk zijn met het wegslepen van de auto's van Kelvin Snoeks en Bernd van Oranje. Zien we daar Ricardo van den Ende en Phil Bastiaans langskomen. Auto's die rijden buiten de podiumplaatsen. Kampioen van 2011 en 2010.
Van de Ende nu vierde, Bastiaans nu vijfde. En die twee hadden een ronde lang gevecht, maar konden zich dus niet mengen in de strijd om de podiumplaatsen. Dan zien we ze nogmaals rijden. Van de Ende voor Bastiaans. Net dus buiten de top 3. Dit is de man die gaat winnen. Matthijs Harkema, zijn allereerste individuele overwinning in het Dutch GT. Tweede plek voor Duncan Huisman. Die zal minstens zo tevreden zijn als Harkema. Derde plaats dan voor Ferdinand Kool. De polezitter, de man die zal heel goed starten. En de man die de hele race eigenlijk op de derde plek reed in de top 3. Uiteraard praten we even met de winnaar, Matthijs Harkema. Ik ben hem voorgebleven, ik heb een gat geslagen en daarna heb ik hem mooi netjes uitgereden. Op mijn banden gelet, want ik kreeg nog hier en daar wel wat overstuur. Dat moest ik wel goed beheersen, maar dat heb ik goed beheerst denk ik. Banden zijn nog goed, tijden waren constant. De nummer 2 kwam niet meer dichterbij en mooi als eerste over de finish. En dan de man van de bliksemstart, Duncan Huisman. Ik viel onwijs in het licht. We hadden natuurlijk vanmorgen in de briefing hadden we het erover gehad dat je door je startbox heen moet rijden. En ik moet zeggen dat iedereen dat wonder wel redelijk goed deed. Cor was de enige die een beetje naar links zat hangen. En ik denk, ja, weet je, het duurde lang en lang en lang. Ik denk, nou moet hij gaan. En ik besluit om gas te geven en hij gaat. En ja, of ze dan voor me niet op staat te letten of whatever. Maar ik had zoveel over in één keer. Dus ik pakte Ricardo en nog iemand. Daar kon ik onwijs tussendoor. En in één keer, ik zie die Corvette, loop ik naartoe. En de deur blijft gewoon open in de midden. Ik denk, ik doe het gewoon. Weet je, we zien het wel. Gaan we ons opmaken voor de tweede race. Inmiddels is het Pinkster maandag geworden. We hebben Henry Sumbrink op pole position. Daarnaast Paul Vaastal, Nicky Katsburg erachter. Net als Jan-Joris Verheul en Mike Barton. Hier de auto van Vaastal, waar Harkema dus mee won op zaterdag. En hier de auto die werd getorpedeerd door Bernd van Oranje. Deze keer is het Jan-Joris Verheul in de auto. Tijdens race 1 was het nog Kelvin Snoeks. Het is nog goed te zien dat er zeemist hangt boven het circuit. Het was veel kouder dan verwacht. En we krijgen weer een hele goede start van een Camaro. Want let maar op, rechts in beeld, daar komt hij aan. Max Braams, de jongste rijder in het veld. Maar hij is wel heel snel weg, iets te snel zelfs. Want hij weet in de auto nog maar net op het asfalt te houden. Verliest daardoor de leiding die hij heel kort stondig even had. En daar weer de groen-witte auto die in de ronde gaat. Het is Jan-Joris Verheul die... ja, eigenlijk gewoon in het gedrang terechtkomt. Begon vanaf die veelbelovende derde plek, maar ja, ze ging daar dus al in de ronde. Max Braams heeft een groot hart. Gaat voorbij op Paul Vaastal. Derde plek Sumbrink. Dan Nick Katsburg, die zich al beter op zijn gemak voelt in de BMW dan tijdens de paasraces. Katsburg dit jaar de nieuwe teamgenoot van Ricardo van den Ende. Vorig jaar was het nog Duncan Huisman. Dan links in beeld zagen we Henry Sumbrink een tik uitdelen op de auto van Max Braams. Dat moment moeten we even ophouden, want daar gaat nog over nagesproken worden. Max Braams aan de leiding, daarnaast drie auto's naast elkaar. Vaastal, Sumbrink en Nick Katsburg. En daarachter zien we de Lotus komen met Dick Freebird achter het stuur. Nicky Katsburg even door het grind, de verkeerde kant van de curbstone. En hier de auto die geraakt werd bij de start. Zou een tik hebben gekregen van een van de Corvettes. Er is een demper kapot gegaan. Einde race voor Jan-Joris Verheul. Katsburg kijkt aan de binnenkant bij Max Braams. En pakt hij dan de leiding? Ja, dat doet hij. Aanremmen Tarzanbocht. En dan lijkt het opnieuw dat een klein duwtje wordt uitgedeeld daar door Henry Sumbrink aan Max Braams. Mike Barton zit er daar goed bij. En daar ook de rood-zwarte Nissan van Bertus Sanders in dit geval. Kijken naar de auto van Max Braams vanuit de auto van Dick Freebird. En daar gaat het niet helemaal goed met de Lotus. We rijden mee met Bertus Sanders in die Nissan die dus lekker gaat. En daar rechtsaf gaat de Corvette van Vaastal aan de kant. Nog steeds aan boord bij Bertus Sanders. En die rijdt daar. Oeps, daar. Plotseling valt daar de Lotus stil van Freebird. En Sanders rijdt daar tegenaan. Daar kon Sanders echt niks aan doen. Wat is er aan de hand met die Lotus? Hier zie je hem nog rijden. Zwaar rokend inmiddels. Ja, dat komt natuurlijk door die botsing met Bertus Sanders. Leek alsof het vermogen wegviel of zo bij de Lotus. Merkwaardig verhaal. De auto valt steeds verder terug. Het voor de auto van Jan Lammers. De auto van Bastiaans en Lammers die echt de snelheid niet lijkt te hebben dit weekend. De auto heeft wat moeite met het strafgewicht van 40 kilo wat er aan boord is. En hier nog wat later dan zien we Dick Freebird stilstaan. En wat was er nou precies aan de hand? Ik zag de Corvette achterin in mijn spiegel. En ik stuur in en hij zat net achter op mijn achterwiel. Dus ja, dat is net, denk net een verkeerd ingeschat. En ja, meteen daarna
in de bocht zonder naam raakte ik de pitlimiter. Dus er zat een Nissan achterin. En ja, de auto viel stil. Stopte ik en toen zag ik de pitlimiter eraan stond. Dus toen kon ik weer aanrijden. Maar ja, alle wielen stonden er raaks aan bijna. Dus toen heb ik het rondje nog uitgereden. Want ik dacht dat ik het bordje last lap zag. Maar ja, toen achter lag de band van de velg af. En toen was het helemaal aan de kant gezet. Gevecht met Jan Lammers en Pieter Christian van Oranje. Nogmaals, die Porsche gaat niet zo lekker. Rood Morien komt zich er daar ook mee bemoeien. En dan rijdt Pieter Christian van Oranje weg bij de auto van Lammers. Lammers die moet verdedigen tegen Morien. Rijdt hier inmiddels achter Morien en ziet wat wilde gebaren te maken. Lijkt niet helemaal tevreden te zijn met die Camaro die daar rijdt. Of is het gewoon een soort frustratie bij Lammers omdat de Porsche niet goed gaat? Oh, hier zit de Herokamer erg in de vaarwater. Zo kennen we Jan Lammers eigenlijk helemaal niet met dit soort gebaren. Nogmaals, Jan Lammers met Ronald Morien. Aanremmen van de Tarzan mocht Morien. Die gaat al wel heel laat in de ankers. Gaat hij überhaupt wel in de ankers? Stuift daar rechtdoor door het grind. Net niet de bandenstapel in. Probeert dat te keren en boem. Daar staat hij stil in het grind, Ronald Morien. Was dus een felle strijd aan het uitvechten met Jan Lammers. Nou, dat gevecht is gewonnen door Lammers. Maar goed, Lammers die rijdt nog wel in de top 10, rond de 8e, 9e plek. Die zal zeker niet tevreden zijn. Hier prins Pieter Christian van Oranje. Is weer terechtgekomen achter de auto van Lammers en gaat er daar vrij gemakkelijk voorbij. Het gaat niet goed met de Porsche van Jan Lammers. Dat is wel duidelijk te zien. Verloor dus een plaatsje aan Pieter Christian van Oranje en die is daar duidelijk blij mee. Dan is het Henry Zumbrink die als eerste over de finish komt voor Nick Katsburg, Max Braams, de snelle starter, Mike Barthe en Bertus Sanders. En Braams, Barthe en Sanders zijn mannen die we nog niet zo heel vaak vooraan hebben gezien. Henry Zumbrink wel, maar Zumbrink krijgt een tijdstraf en daarmee verliest hij zijn eerste plaats. En wordt Nicky Katsburg de winnaar voor Max Braams en Mike Barthe. Sanders, Tim Coronel, Henry Zumbrink, PC van Oranje en Jan Lammers. Maar de vraag is dus, hoe zit het met Zumbrink? Ik heb een tijdstraf gekregen, 10 seconden. Jammer genoeg ben ik dan teruggevallen van 1 naar 6. Terecht, ja, nee, ja, we hebben de camerabeelden bekeken. Ja, ik raak hem aan, ja, dat is waar. Daardoor is de straf wel zoals die is. Ik heb het absoluut niet expres gedaan. Je zit in een wedstrijd, je probeert een positie goed te maken. En het is zoals het is, jammer genoeg. Straks leggen het team van Davitech Racing onder de loep. Van binnen en buiten. En natuurlijk race 3 tijdens de Profile Tire Center Pinkster Races. Het Dutch GT wordt mede mogelijk gemaakt door HDI Gerling. DSFactoring.nl en Golden Trade Club. Het Dutch GT wordt mede mogelijk gemaakt door HDI Gerling. DSFactoring.nl en Golden Trade Club. Welkom terug op het Circuitpark Zandvoort. We gaan kijken bij het team van Davitech. En natuurlijk race 3 in het HDI Gerling Dutch GT kampioenschap tijdens de Pinkster Races. Het team van Davitech staat al jaren met deze twee gele trailers op het circuit. Ferdinand Kool is één van de rijders van het team in een Corvette en hij geeft ons een rondleiding. We zijn nu bij het team Davitech. Zoals iedereen weet rijden wij een Dutch GT en we hebben twee snelle Corvettes. Maar die komen natuurlijk niet vanzelf op het circuit, die mogen niet over de weg helaas. Dus ja, daar zijn professionele middelen voor nodig. En als een van de weinige teams hebben wij twee mooie trailers. Die wij ook nodig hebben voor alle materialen, want we hebben echt alles zelf bij. We zijn een team met twee Corvettes en niemand anders heeft dat. Nou, hier zijn we dus in een van de trailers. De auto's worden hierop vervoerd. Hier gaat één Corvette in en de andere Corvette gaat in de andere vrachtwagen. Er komt natuurlijk een hoop gereedschap bij en andere materialen, die gaan er allemaal bij. Dan laden wij alles uit en hebben we prachtige ruimte natuurlijk. Wat ik al vertelde, hier is voor de catering van de monteur. Het is nu een beetje kou, hè, want de lunchtijd komt straks. Er wordt daar het eten bereid. Dan kunnen de jongens hier lekker rustig eten, niet in de uitlaatgassen. En, het is niet heel chic, maar het is gewoon even afzonderen. Even tot elkaar komen, want het is rennen en vliegen. Dus het is wel even lekker dat we hier met z'n allen samen kunnen komen. Het team bestaat van Davitech uit een hoop mensen. We hebben natuurlijk ook nog drie BMW'tjes lopen. Dat is eigenlijk wel een apart team. Maar eigenlijk zijn we met z'n allen één groep. Ik denk dat we bij elkaar een mannetje of 20 aan monteurs wel hebben. Nou, dan hebben we natuurlijk Davy, hebben we de engineer, de vier rijders van de Corvette. Dus we zitten wel op een mannetje of 40.
Nou, hier zijn we eigenlijk in het, wat ik al vertelde, slaapgedeelte en het keukentje. Oh, het is altijd krap hier, gezellig. Hier slapen de monteurs. We hebben ook voor de andere monteurs in de andere trailer nog plek. We hebben ook een camper staan, dus eigenlijk kan iedereen hier blijven. Hè. Het is niet makkelijk om heen en weer te reizen. Wij coureurs zijn natuurlijk aangewezen aan een hotel. We willen meer rust. Hier wordt s'avonds laat doorgesleuteld. Dus wij gaan eigenlijk van het circuit af en we slapen tegenover het circuit of een ander hotelletje. En hier wordt het heerlijke eten bereid. We hebben een dame die al het eten voor ons maakt. Nou, zoals jullie zien, we eten straks gezond knakworstjes, vitamines voor de race. En ja, zo is het eigenlijk voor iedereen wat. Dus het is ook gezellig. Het is echt even samenkomen. Het is heel belangrijk om dit te hebben in het team. Nou, hier zijn we in de andere trailer. Wat ik al vertelde, hier gaat ook een corvette mee natuurlijk. En ook een hoop materiaal. Hier hebben we iets meer licht, dus hier hebben we eigenlijk voor de rijders een beetje het honk gemaakt om te kleden, een beetje van onszelf te komen. We hebben daarachter ook bedden. En zoals je ziet, nou hier staan de helm van mijn teamgenoten, van Paul en Henry. Ik laat me helemaal altijd in de pitbox, ik wil hem altijd een beetje poetsen, ik heb de radio nog werk. Dus je hebt iedereen eigenlijk een beetje zijn eigen afwijking. Hè? Dus ja, we kleden hier ook gezellig met z'n allen om, dan nemen we een beetje de race door. Hoe ga jij de start doen? Eigenlijk even een beetje ontspannen met z'n allen nog, even de spanning eraf praten. En ja, we hebben eigenlijk onze eigen dingetjes. Matthijs kleedt dat heel vroeg om, ik kleed dat 5 minuten voor het rijden om. En, dus ja, het loopt eigenlijk allemaal wel een beetje gezellig hier binnen. Nou, ik heb jullie een hoop laten zien vandaag en ja, wat de coureurs allemaal doen en de monteurs. Maar ik kan natuurlijk niet alles vertellen, we hebben ook wat geheimpjes. Maar die ga ik jullie niet aan je neus hangen. Het is alleen helaas tijd om te gaan racen, dus ik ga jullie nu echt wegsturen en ik ga me nu voorbereiden. Dankjewel. We gaan naar de hoofdrace voor het Dutch GT Championship tijdens de Pinkster Races. Bezocht door ruim 15.000 toeschouwers trouwens. Pole position is er voor Matthijs Harkema en Paul Vaastal. Harkema gaat daar het bal openen, gaat als eerste starten. Dan Ferdinand Kool, Henry Sundbrink, Nicky Katsburg zien we hier in de auto die hij deelt met Ricardo van der Ende. Dan Dick Freebird, Cor Euser, Euser gaat starten. En Kelvin Snoek en Jan-Joris Verheul. Snoeks en Verheul dus een problematisch weekend hebben. 2 keer niet gefinished vanwege spins en aanrijdingen. Helemaal achteraan Tim Coronel die met nieuwe banden van start kan gaan, dat dan weer wel. Matthijs Harkema voor de 2e keer dit weekend op pole position. Maar wij zijn op de bumper gaan zitten bij de auto van Jan-Joris Verheul en Kelvin Snoeks. En ook deze auto heeft een goede start. Gaat hij dan misschien zelfs helemaal naar voren komen? Zit er aan de buitenkant rechts in beeld voor ons die wit-groene BMW. Het is nog steeds Harkema aan de leiding. Dan Katsburg op de 2e plek en dan buitenom de auto van Snoeks en Verheul. Even later zien we Matthijs Harkema die al een gaatje heeft verslagen naar Nick Katsburg. Dan de 3e plek voor Heul en Snoeks en daarachter Dick Freeman met de Lotus. En dan Phil Bastiaans. Gaat die auto dan tijdens deze hoofdrace wat beter dan tijdens de 2 sprintraces? Goeie start, goede openingsfase van Matthijs Harkema. En die Freeburg die langs de BMW gaat, klimt daarmee op naar de 3e positie. Hopelijk de technische problemen uit de 2e race van het weekend inmiddels verholpen. Tim Coronel moest helemaal achteraan starten. Komt daar in het gedrang met de auto van Bert van Oranje en PC van Oranje. Is er wel voorbij. Schade trouwens op de voorruit daar bij Coronel. Daar rijdt hij. Strijdt hij, laat ik het zo maar zeggen, duwt hij tegen de Corvette aan van Max Bruins en Duncan Huisman. Oeh, dat is een prinselijke middenvinger die we daar zagen. Die zal bedoeld zijn dan waarschijnlijk voor Tim Coronel die hier binnenkomt met schade. Zo die lekke band rechts voor Coronel. Wilde graag een inhaalrace rijden, maar dat kwam er dus niet van. Dick Freebird rijdt wel een inhaalrace. Gaat hier voorbij aan Nick Katsburg. Alhoewel, ja dat doet hij. En gaat Bastiaans dan mee? Oh, dat is een sportief, een hard maar ver gevecht, zoals dat heet. En daar een probleem met de Camaro. We hebben eerder gezien, die werd geraakt door Tim Coronel. Daar leek het althans op. Kapotte wielophanging in ieder geval voor die Camaro. Einde wedstrijd voor Huisman en Braams. Freebird is dan los van Nicky Katsburg. Dat zien we als schade voor ons rechtsachter. Linksachter is het voor Phil Bastiaans. Die hier wordt gepasseerd door de auto van Sundbrink. En Ferdinand Kool met Kool achter het stuur. Kool gaat dan verder. Die is nu de aanval op Nick Katsburg. Aan de binnenkant gaat hij dan al langs en gaat Bastiaans dan opnieuw mee. Proberen mee te gaan. Nee, hier zit Bastiaans aan de verkeerde kant. Maar Kool, ja, Bastiaans kijkt dan toch aan de binnenkant. Kool heeft het heel goed gedaan. Die is los. En Katsburg verliet daar dan een plaatsje aan Phil Bastiaans. Bastiaans die een sterke wedstrijd rijdt met die Porsche die minder lekker op de weg ligt dan tijdens de paasraces. Pitstops, Jan-Joris Verheul. Wisselt met Kelvin Snoeks. De Snoeks die in de auto gaat.
meneer Ricardo van den Ende zit al in de BMW. Nick Katzburg is uitgestapt. En deze auto rijdt heel lang door. De auto van Phil Bastiaans rijdt te lang door. En Bastiaans rijdt pas de pitlane in als de pitwindow, het moment, het tijdstip waarop je van rijder mag wisselen, waarop je pitstop moet maken, al is verlopen. Heel curieus. Bastiaans vertelt later dat hij de radioboodschappen van het team om binnen te komen niet had gehoord. Omdat er geen goede radioontvangst was of omdat hij te laat hoorde. Pitbord was er niet. Dat team, team Bastiaans Lammers, krijgt 165 seconden tijdstraf. Volstrekt kansloos dus voor een mooie klassering. Wat ook geldt hier voor de Camaro van Luc Braams en Ronald Morin. De auto die we eerder in het grind van de Tarzanbocht ziet staan, staat hier kapot bij het oprijden van de Hunzerug. En hier de auto van Matthijs Harkema en Paul Vaastal. Met inmiddels Vaastal achter het stuur. Vaastal die 2 jaar geleden nog meereed in een Aston Martin. Toen wegens drukke werkzaamheden was gestopt. Nu weer terug is. En bij zijn tweede weekend na zijn terugkeer prompt de hoofdrace gaat winnen. Ook omdat Matthijs Harkema zo sterk had gereden. Want Harkema heeft het GT weekend van zijn leven. Klimt hier in de hek als Helio Castroneves bij de IndyCars. Hij mag zich ook wel de winnaar van het weekend noemen. Matthijs Harkema, heel veel punten gescoord. En ook nog trouwens de hoofdrace en een sprintrace gewonnen. Harkema Vaastal op de eerste plek voor Fernand Kool, Henry Sundbrink. Derde plaats voor Cor Heusen en Dick Freebird. Tijd voor Paul Vaastal. Ik kreeg na 28 minuten kreeg ik de auto over. En het enige wat Matthijs zegt van joh, zet hem op, rijd door naar die eerste plek. Hij gaf nog even mee van ja, hou er rekening mee, de auto is wat overstuurd. Ik zeg wow, wat is dit? Nou, ik reed weg en ik denk, nou, kom op, rustig aan. Ik zeg, niet pushen. Ja, en wat wil je? Ik bedoel, op deze manier zo de race uitrijden. Ik bedoel, het team bedankt, Matthijs bedankt. Ik bedoel, helemaal top. Helemaal top is Matthijs Harkema ook in de tussenstand na 6 wedstrijden. Hij gaat aan de leiding, deelt die leiding weliswaar met Ferdinand Kool. Henry Sundbrink, Phil Bastiaans, Ricardo van den Ende maakt de top 5 vol. Snelste bij de gentlemanrijders, dat is Paul Vaastal. Binnenkort meer uitzendingen vanaf Zandvoort. En natuurlijk de volgende wedstrijd in het HDI Gerling Dus GT-kampioenschap. Die wordt verreden op het circuit van Zolder in België. Voor precieze uitzendtijden en natuurlijk het allerlaatste autosportnieuws, kijkt u op rtlgp.nl. Voor nu, bedankt voor het kijken. Dag. Het Dutch GT wordt mede mogelijk gemaakt door HDI Gerling. DSFactoring.nl en Golden Trade Club.